De Surinaamse Politiebond is vanaf vandaag in beraad. De afdelingen RBT, MSD en basispolitiezorg bieden vanaf nu geen diensten tot nader order. Ook zijn alle opleidingen, waaronder de basispolitieopleiding, stopgezet. Dit is besloten tijdens een algemene ledenvergadering in de grote hal van de politieacademie. De bond eist volgens voorzitter Milando Atompay en bestuurslid Revelinho Eik het terugdraaien van de ontslagen van politiefunctionarissen Raoul Hellings en Sergio Gentel. Dat die resoluties per onmiddellijk worden teruggedraaid. Dus althans, we hebben mandaat van de ALV om ten aanzien van die resoluties te onderhandelen met de regering om te zitten om gezamenlijk ernaar te kijken. Dus we zijn in onderhandeling met de regering wat die resoluties betreft. Ja, we zijn in beraad en we gaan, je kan zeggen dat we meteen in beraad gaan. En als er geen antwoord is, zijn we elke dag om 10 uur daar op het plein met alle politieambtenaren. Jawel. Jawel. Kunnen jullie je terugvinden in de manier waarop? Ik denk dat we voor nu gaan stoppen, omdat we daar moeten gaan om die mensen daar te ontvangen. Dan kunnen we daar verder praten. De veiligheid is wel gegarandeerd? Dat weet ik niet, dat is niet mijn zaak toch? Dat is dan de taak van die overheid. Na de ledenvergadering zijn de politiemensen in een stoet richting de Nationale Assemblée vertrokken. De bond geeft aan dat zij antwoord wil van de regering met betrekking tot het ontslag van zijn adviseur. Sergio Gentel stelt dat de politiebond de ontslagen niet zal accepteren. Er is niks tussen Gentel en de regering. Het enige dat we aan de kaak hebben gesteld is het wanbeleid. De manier waarop mensen worden bejegend. De manier waarop internationale rechten worden vertrapt, grondrechten worden vertrapt. Wanneer je aan dat soort fundamentele dingen komt, toch, dan heb ik niks anders dan mijn mond open te doen. En omdat ik mijn mond heb open gedaan, dan worden er rancuneuze maatregelen getroffen op basis van leugenachtigheden, op basis van onduidelijke feitelijke grondslagen, wordt aan mij ontslag gegeven uit staatsdienst. Anno 2020 is ondenkbaar dat omdat je je mond hebt opengemaakt, weet je, 22. Wij leren onze kinderen om mondig te zijn. Op school wordt je geleerd dat wanneer je in je recht staat, dat je mag praten. Toch? Wij leren onze kinderen dat. En dat zijn het onze beleidsmakers die de vaders van die kinderen een kopje kleiner wil tikken. Waarmee zijn we bezig in deze samenleving? Gentel merkt verder op dat het nu de politieorganisatie is waar er maatregelen zijn getroffen tegen mensen die durven zich te uiten. De politieman werpt op dat de